XNO's, de NBA-podcast van Friends of Sports. Dag iedereen, welkom bij XNO's. Nog altijd de basketbal- en vooral NBA-podcast van Friends of Sports. Aangeboden door Bouncewear, de basketball speciaalzaak in België. Zoekt u iets van NBA-stuff of gewoon sneakers. Of gewoon goede sportwear. Is allemaal te vinden in Bounceware. Ga eens kijken op de webshop of ga naar, naar een van de winkels. Er zijn er heel wat. Onder andere in Antwerpen, onder andere in Leuven nog altijd. In West-Vlaanderen is er één, denk ik. In Gent ook. Um, zoek het op, ga naartoe. Het is uh, zeker de moeite. Wat ook de moeite is, is het seizoen van de New York Knicks. En daar gaan we het vandaag onder andere over hebben. Bij mij, Vlaams parlementslid, maar daar gaat het totaal niet om. Het gaat erom dat hij gigantisch New York Knicks van is. Imaat Anouri, vriend van de show. Welkom terug. New York, we're here. <laughs> uh, ook aanwezig vandaag, niet onbelangrijk, achter de knoppen. Jocke Wouters. Hallo. Jarig, 28 jaar vandaag. Ja, vandaag klink je. Dank u wel. Joke, happy school. birthday. Proficiat, man. Merci. Echt. Ja. 28 jaar, rookie. Rookie, ja. <laughs> Fresh of the bench. <laughs> Fresh of the bench. Uh, de New York Knicks, er was wat vraag naar, ook op, uh, op social media, om het daarover te hebben. En sowieso, ja, ik heb een zwak voor de Knicks. Ik heb het al vaak hier gezegd: het is de club van mijn vader. Dus dat heeft een, een plaats in mijn hart, automatisch. En. Good times, baby, voor jullie. Good times voor de Knicks fans. Hé, hey, Ziri, ja, deze grimlach, joh. <laughs> dat is de eerste keer dat ik hier bij XNO's kom. Dat hij in een winning season van de Knicks is. En dat, <laughs> Finally. En dat terwijl je eigenlijk niet mag eten dat je hier zonder koffie zit. <laughs> ga maar uit. Ramadan Miracles. <laughs> Ramadan Miracles. <laughs> yes, dat is er. Even zeggen, het is vrijdagochtend de 7e mei. Als we dit uh, opnemen. Tenminste, ook weten wanneer dit is. Dat ja, ze ja. <laughs> niet tegen dat we een matchje gemist hebben of zo. Um, yes, ja, de New York Knicks. Good times, mm -hmm. hè? Ze zijn. Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen terug, um, want terug van wat? Um, maar eerste winning season in acht jaar, de play-offs mogen hen niet meer ontglippen. Twaalf um, van de laatste veertien matchen gewonnen. Iedereen die ooit gezegd had in het begin van dit seizoen de niks de play-offs halen, die nu zegt dat hij dat had verwacht, liegt. Ja. Niemand had dit zien aankomen. Zelfs niet de meeste optimistische Knicks-supporters. Maar zelfs ik had dat ook niet durven zeggen. <laughs> jij bent een van de optimistische ja, Knicks-supporters. Jij ja, lacht me altijd uit dat ik, ah, ik blijf geloven in, in, in de toekomst van de Knicks. Maar nog meer dan de sportieve resultaten, um, wat mij echt gewoon super blij maakt, is het feit dat er terug een identiteit is. Er is terug een soort van cultuur bij de New York Knicks. Het is herkenbaar. En sowieso uh, komt dat voor een heel groot stuk door uh, Tom Thibodeau. En wat hij erin heeft geslepen, gewoon eh, qua defense, qua cultuur qua onbaatzuchtig voor elkaar spelen en het feit dat er nu al een winning season aan gekoppeld wordt, is een hele nice extra. Geloof mij, en je zag dat ook op het plein. Hè? Die werden allemaal, hey, nou die match, uh, allemaal in elkaars handen vallen. Iedereen superblij. World Wide West die de Tom Thibodeau gaat knuffelen. En de Tips, die begint te glimlachen. Hè? Die ja, die ja, ja. glimlacht nooit. Hè? En die zat er echt zo met een brede smile. Dus je merkt gewoon dat niemand dat had verwacht en daar blij mee is. Maar het feit dat er terug een identiteit, een cultuur is, uh, een, een hart voor elkaar spelen, ondaatzuchtig. Met een Julius Randle die off the charts is, Ja, dat maakt mij gewoon echt heel gelukkig. Nou, Leon Rose, die er is gekomen. World Wide West. Slimme keuzes in de offseason. Nu een cultuur. Ja, the future looks bright, baby. En daardoor kan je zeggen dat er niks terug zijn, omdat er terug een identiteit is. Ja, absoluut. Want het sportieve, daar gaan we het zo meteen over hebben, wat dat inhoudt voor de toekomst ook. Maar het feit dat er een identiteit is, dat er niks. Terug, tenminste, ergens weten wie ze zijn. Het is niet het New York van de jaren 90. Dat moet ook helemaal niet, maar ze hebben nu een eigen identiteit gevonden en iets dat ook werkt. En die loser-mentaliteit, daar zijn ze een beetje van afgeraakt, lijkt mij. Tenminste, het is een ploeg die er nu helemaal voor wil gaan. En je ziet ook een ploeg op het veld, die gaan voor elkaar, die zetten door, die blijven, ook al lukt het niet in de match, die blijven wel knokken. En dat is iets wat je als Knicks-supporter. Lang niet gezien hebt. Zelfs niet toen jullie de play-offs haalden met Mello. Maar er, wa er waren matchen de afgelopen seizoenen die eindeloos leken. Ik vergelijk het echt met de Rode Duivels die zo twaalf jaar niet op een WK zijn geraakt. <laughs> Weet nog? Iedereen vergeet dat nu, omdat wij zo'n gouden generatie hadden. Maar gast, hoe vaak heb je naar een match gekeken van de Rode Duivels? Waar je dacht, wa, wij zijn niet gewoon nog van Servië-Montenegro. Daar, daarom Playsport is nu een, een serie aan het uitzenden, een docu mathematica. Ik heb het nog ja, daarover ja, het <laughs> gezien. Ja, ik <kan> heb het er <laughs> gezien. En basically was dat zo dezelfde woestenij de afgelopen jaren als een niks fan Maar uh, nu zie je gewoon, allee, vorig jaar bijvoorbeeld.

Als de vierde kaart er begon en je stond zeven punten achter, maar deze komt niet meer goed of zo. Terwijl nu zijn er gewoon matchen waar je de helft van de vierde kaart erachter staat en weet dat je het turn it around. En ze doen het dan ook. Net omwille van het feit dat die uh, een soort van zelfvertrouwen hebben uh, en op elkaar kunnen rekenen. Dat tweede is ook super belangrijk. Mm -hmm. Het ja. moet niet allemaal van één iemand komen. Uh, R.J. Barrett, die nog heel veel potentie potentieel heeft, die nog heel veel moet groeien ook, laat eerlijk zijn. Ja, die speelt wel de meeste minuten, denk ik, van die ploeg samen met Julius Randle. En die staat er altijd en die doet ook heel goede dingen. Je ziet dat hij met zelfvertrouwen speelt. Mis drie keer naar elkaar. De vierde keer doet hij in een soort van move drive, die super goed in elkaar zit. Um, maar het is, niet, het is niet dat dit een goede ploeg is. Hè? Heel eerlijk nee, zijn, nee? dit roster is niet goed. Hè? Nee, nee, dus de niks eigenlijk... zijn geen goede ploeg. En dat maakt het net zo indrukwekkend wat ze doen. Want ik heb, we, hebben, we hebben er genoeg over gepraat al, uh, via WhatsApp ook. en ja, ik moet ergens meer culpa zeggen, want ik had dit zelfs, zelfs in januari had Word ik niet gedacht. Dit gaan, ze, dit gaan ze niet volhouden. Nee, ja. gewoon realistisch zijn. Ik ja. kijk gewoon af op de track record van de niks ja. van de afgelopen jaren. En ik kijk ja. ook naar die ploeg en denk: Nerlens wel. nope. RJ Barrett, potentieel, maar ik denk dat dat wel langer gaat duren. Derrick Rose, wat gaat die nu nog doen? Uh, Julius, oh, Derrick Ju Rose is off maar, the chart. Julius like, like, <laughs> ik wil gewoon zeggen wat ik dacht in januari. Als je keek naar dat roster, Julius Randle, yeah, dat zal wel. Als je kijkt naar die ploeg, je wordt niet weggeblazen. Nee. Dit is geen ploeg om top 4 te zijn, in, zelfs niet in de Eastern Conference, als we heel eerlijk zijn. Het zijn overal ja. afdankertjes, hè. Ergens wel. Of uh, afdenkers, Julius Randle is gewoon iemand met heel veel potentieel die het nog niet uit waarheid maakt. Die, die uh, past bij 2020, de, ja, ik, de... Maar de ik, 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 weet, ik weet niet of ik het daarmee eens ben, of dat zo een... Uh, dat hij potentieel heeft, sowieso. Het ja. is een NBA-speler, top 10 pick, nummer ze, zevende pick geweest ja. destijds. Maar als je kijkt, het is al een zevende seizoen. Hè. In de ja. voorbije zes seizoenen is er geen enkel jaar geweest waarvan ik dacht, oké, okay, Julius Randle kan een all-star worden in zijn carrière. Maar nooit. Niet, volgens mij, als ik het goed begrepen, is er in er gewoon weinig tot geen spelers die zo'n fenomenale sprong hebben gemaakt na hun zesde seizoen. Uh -huh. Naar uw zevende seizoen toe, als Jules Schwijn dan nu. Dat is waar. Als je kijkt naar het aantal gemaakte driepunters, als ik het goed voor heb, die cijfers, wat was het de afgelopen zes seizoenen iets van 165 driepunters gemaakt, iets 160. Dit seizoen zit hij aan 130. Maar hij pakt er meer dan vijf per match, Ja, En het percentage: en, en, het is 42% van achter de ja, driepuntlijn ja, ja, ja. Voor een gast die eigenlijk niet zo goed kon shotten daarvoor. Ah, wel, het is, dus, dus, gigantisch. Dus, dus wat daar samenkomt, het, het graven en die ploeg is. Want je zegt dat is geen goede ploeg. Ik vind wel dat die echt een zotte team chemistry hebben. Ja, maar, dat, wel, maar echt, daarom? Qua, los van elkaar. Ploeg, ik heb het over puur als je kijkt naar het roster, als je kijkt naar het ja. materiaal dat ze ter beschikking hebben ja. de spelers maar dan is Die, het niet goed maar genoeg tips, tips heeft er op een of andere manier een ploeg van gemaakt waar zelfs Neurons Noel ja. qua protecting the rim I like what I see, hé. Nee, ze wel, speelt een fantastisch seizoen voor goeie zijn, goeie. Uh, Defensive player of the year. Nee, nee, nee. Hij wow, wow, is ook okay. een kandidaat? Hé, hey, het gaat al gezien hoeveel bloks hij op een wedstrijd zet. Ja, maar Gobert en Ben Simmons, die twee... Yeah, okay, dat die die aan. Maar, <laughs> ja, die zijn outstanding, maar... Maar I like the vibe. I like ja, natuurlijk. <laughs> steun u, Natuurlijk. Maar ik vind die echt allee, bovengemiddeld goed. Dat is net de ding. Die zijn allemaal gewoon bovengemiddeld gewoon spelen. het spelen. Uh, Emmanuel quickly. Uh, daar kun je het misschien straks nog over hebben, maar I love his attitude, hè. Die komt als 25e piek. En zo Obi Toppin en die gaat het verschil maken, want ja, die is eigenlijk gedraft omdat er weinig werd gerekend op Julius Randle. Ja, dat is eigenlijk een, een tweede soort Julius Randle, waar ze wel in investeren voor de toekomst toe. Julius Randle nu is gewoon fenomenaal goed bezig. En Emmanuel quickly is eigenlijk de rookie van New York. Hè. die heeft zoveel zelfvertrouwen dat hij van ver achter de drie puntlijn schiet, die een drives en die kan op een heel mooie manier die floater doen, die lokt fouten uit. This, Emmanuel quickly is gewoon Lou Williams lite maar erg verwacht voor het seizoen. Nee, maar ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb vorig jaar niet zo van Kentucky gezien. Ja. Dus het is niet dat ik, dat ik dat ik Quickly zo goed kende. ga ik niet over liegen. Nee, ja, ja. Dus ik had daar weinig verwachtingen van. Maar sowieso van een 25 e pick, daar heb verwacht je niet je de niet hoogste verwachtingen van. Verwachting nee, van. Nee, nee. OB Top, in daarentegen, ja, als je kijkt, die zegt het Julius Randall, je moet alleen maar kijken naar zijn contractsituatie. Om te weten dat, dat, dat jaar, ze bij New York niet echt in hem geloofden. Ja. Dus dit jaar is het twintig, nog net geen 20 miljoen. Volgend jaar heeft hij maar 4 miljoen gegarandeerd. Die 63 miljoen op drie jaar kreeg. Als ik mijn maar het is maar 4 miljoen gegarandeerd ja. voor volgend jaar, omdat ze zeiden van ja, kijk, we weten niet wat, wat jij gaat brengen. Er was zo weinig vertrouwen in wat Julius Randle kon brengen voor de niks dat hij voor volgend jaar maar een garantie heeft op maar, 4 miljoen. Wat en, dat niks is voor een NBA-speler. Oh ja, en, en dat is zo het, het, het sprookjesachtige dan, hè? als je dat woord wilt gebruikt, voor wat de niks nu doen. Je hebt het feit dat alle spelers boven hun, uh, zichzelf uitstijgen, like een Noel en, en, en een Quickly. Je mm hebt -hmm. Derrick Rose, die allee, sorry, fenomenaal goed bezig is of the bench, sixth man of the year. Misschien daar dan toch wel naar Derrick Rose kijken, als we dan toch prijzen aan te telen. 21 en... De, de, de niks zijn 21 en 9 sinds Derrick Rose er is. Ja, maar ja. En ik herinner mij dat ik nog een WhatsApp heb gekregen van één iemand die zei dat Derrick Rose treden echt heel dom was. En dat dat niet goed was voor de ontwikkeling van de, de rookies. En ik kon niet zeggen wie dat was. al oh, wel, Dennis, dat was jij. ik zei: come on man, die Rose, altijd aan een zwak voor je. Maar je moet ook denken, mijn redenering. Ik, ik zie Thibodeau bij een ploeg. En ik zie Thibodeau opnieuw Thijs Gibson... Die was een meerwaarde. En opnieuw Derrick Rose. Oké, okay. maar je moet kijken naar de afgelopen jaren van ja, Drew Rose. Ja, ja. En ja. dan, één, heb je zijn fysieke paraatheid. Ja. En ja, heeft hij 50-point game gehad bij Minnesota. Minnesota. Maar die dat hij bij Minnesota alles kapot speelde. En ik vroeg me echt af: welke rol gaat die bij de Knicks? Vervullen. En ik had vooral ook de gedachte, Thibodeau kennende, die gaat 35 minuten per match spelen. Want ja, we zien ja, het ja. bij Barrett en bij Randall, hij speelt die kapot. Hè? Ja, ja, ja. Hij sp moet die, ik vind dat hij niet te veel speelt eigenlijk. Dat, is, dat kan gevaarlijk bij RG zijn. Bij dat niet het geval, bij Julius misschien wel. Het kan. hij <coughs> moet we gewoon, bij, moet gewoon we Maar we afspeelen. weten gewoon dat het gevaarlijk kan zijn. Dat mm. hebben we gezien in het verleden bij, onder Thibodeau. En dan dacht ik, ik heb Derek Rose daarbij wat Wat gaat dat betekenen voor andere mannen? En ja, je hebt er sommigen die inderdaad niet meer aan bod komen, nee. zoals Frankie Smokes, die ja. 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 die zijn New York niks carrière is gedaan. Ja. Denk je dat dat heel duidelijk is? Zelfs jij als eeuwige. Frank, Lili, ja. ik kan nou dat wel liever ja, ja, dat jij dat moet toegeven. Ja, ik, 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 ik vrees daar nu wel een beetje voor aan. Ja, wel dat hij ah, wel wat momenten heeft gehad dit seizoen. Maar je weet ook hoe dat tips werkt. Hè? Een beperkt aantal mensen die hij continu laat afwisselen. En Lilly zit daar nu voor een stuk niet bij. Dus, dus, dus ik volg dat wel voor een stuk. Maar, maar ik, ik had het niet gedacht. Inderdaad, ik moet het toegeven. Ja. Derek Rose, ik had niet gedacht dat zijn impact zo positief zou zijn. Want, ja. en dat is ook belangrijk, en hij doet het zelf goed... Maar de impact hij die hij op de, de rest ploeg, van de proef heeft, beter, En je ziet ook gewoon dat die rookies, die, die, die drinken ernaar, van de ja. quickly en, en, en iedereen erom te en En dan, los van iedereen die buiten zichzelf uh, uitstijgt, het seizoen van Julius Randle is gewoon fenomenaal. Daar had niemand, maar daar ook niemand van, 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 van durven dromen. Dus je hebt dat allemaal speelt zich boven zich uitsteken. En wat zijn de cijfers? Defensief? Hoe nu al dan toe? Beste defense van de NBA. Wat waren wij vorig jaar in het jaar? <laughs> brol. Absoluut of, of, offensive. Oh, ik weet nog in het begin van het seizoen dat iedereen tegen mij zei, ja maar iemand, je hebt gewoon geluk dat die andere ploegen veel te weinig drie's zijn aan het binnenknallen. Dat is niet waar, hè? dat is ja, maar nog dat, altijd. Dat, ja. dat we, maar maar Tibber heeft het zelf ook al toegegeven. Ja, in het begin lieten we te veel driepunters toe en toen waren ze inderdaad aan het missen. Maar ze hebben dat weer aangepast. aangepast vallen, en erop ingegrepen en offensief is het die, die qua, qua, qua statistieken als ploeg ziet je daar gewoon de hand in van een heel goede coaching, maar ook van een heel goede coachingstaf. En dat wordt ook voor een stuk vergeten. De, de beste trades die ze in het offseason hebben gemaakt, gaan niet over spelers, maar wel de hele technische staf. Mm -hmm. En de coachingstaf die ze hebben versterkt. En daarin zien we ook gewoon al voor een stuk de vista van een Leon Rose en een World Wide West. Investeer eerst in een heel goede omkadering en daarna de spelers. En het is gewoon echt super nice dat je al in dat eerste seizoen. Met aan beperkt, uh, beperkte spelers, zal ik maar zeggen. toch al die winning season hebt gehad. En, ja, en, en op, en op de toekomst gaan we het zo meteen hebben, want daar ja. heb ik nog wel ergens mijn twijfels over. maar één ding over Derrick Rose toch. Um, ik hoorde Kevin O'Connor uh, en, um, en Verno dat zeggen. In hun, in hun The Mismatch podcast van The Ringer. En zeiden ook: van, als we, niets zouden weten, als we niks zouden weten van het verleden van Derrick Rose. We weten niks van die blessures, we weten niet de speler die hij vroeger geweest is. en je zou hem nu zien spelen, dan denk je toch gewoon: Goeie basketter. Heel simpel. Ja, absoluut. Wij, want wij, in ons achterhoofd, tenminste bij mij is dat zo. Als ik Derrick Rose zie, ik denk altijd aan D-Rose bij Chicago. Ja, ja. Ik denk aan D-Rose als een best. Ja, jongste MVP ooit. Je blijft die link ja. ergens nog altijd leggen. Maar als je, dat niet, als je dat even zou proberen aan de kant te schuiven, dit jaar, dan kan je dat niet... Je moet dat toegeven. En ik spreek nu mezelf tegen, want ik heb constant andere dingen gezegd dat ik niet begreep waarom de Knicks die Trade deden. Ik vond het made no sense. En ik snap nog altijd waarom ik dat toen zei. Maar ik besef nu ook dat hij compleet verkeerd was. Nee. Compleet. Kijk, eigen het fouten kunnen dus. toegeven. Het siertje, het siertje. Maar nee, als maar maar simpel sportjournalist, de, de waarheid die pacht <laughs> heb ik ook niet, hoor. Nou, dat was het hoe. Luckily. Maar, maar het ding is gewoon dat... Um, je hebt wel gelijk, eh, D Die Rose is ook een van de meest tragische verhalen in de NBA. Toen hij met Chicago was, de jongens, MVP. The sky was the limit. Hij ging de league veranderen. Um, hij was ballet in basketballen. Wat hij deed in toe. Hoe hard heb je er allemaal van genoten? En dan één blessure. Tweede seizoen weer een nieuwe blessure. Nog één, uh, nog ja, 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 voilà, ja. afgeserveerd worden door Chicago. En dan een beetje ja, Minnesota, viel daar nog wat mee. Detroit heb ik mezelf niet meer gevolgd. Eh, ik weet niet wat hem daar <laughs> heeft blij, gedaan. Wees blij. Uh, ja, voilà, <laughs> hè. Maar nu heb ik wel voor het eerst het gevoel van. Ja, het klopte ook allemaal gewoon terug voor hem of zo. Hij is terug uh, En Thibodeau, hè? Uh, ja. Thibodeau, als je kijkt. Ik heb een zotte statistiek daarover gezien. Um, in zijn carrière, onder Thibodeau, zijn plus-minus is plus 1125 onder tips onder andere alle coaches min 698. Oké okay, heeft veel meer onder Tibero gespeeld en heeft succesvolle jaren daar gehad. Nee. Maar het zegt wel heel veel natuurlijk ook over ja, de band die de, de band Tiburo die daar heeft, is en ja. ook het vertrouwen dat hij daardoor krijgt. En wat je zegt, je hebt het aangehaald, die coaching staff, dat is de belangrijkste transfer die er niks misschien gedaan hebben. En... Wat ik niet had gedacht van Tiboro is dat hij zo flexibel zou zijn. Yeah. Want Tibberau, die we van vroeger bij Minnesota en Chicago kenden, was redelijk had oogkleppen op. Yeah. En dat is veranderd, heb ik het gevoel. Hij durft zich meer aanpassen. Beetje, wat, wat, wat Coach Bud ook doet bij Milwaukee, die ook meer dingen probeert. Tibberau is niet meer Tiboro van vroeger. Ja, ik denk net dat. Ook een van de dingen die is dat dit jaar is gebeurd. Uh, bij Minnesota was hij een sportief directeur en coach. Ja, dat is altijd en, slecht. Hij uh, ja, is daar <laughs> op, allerlei, op allerlei struggles gebotst. En uh, die heeft daar gewoon een verkeerde inschatting gemaakt. Punt. Hè. Eén losing season, één winning season. Oké, okay, tot daar aan toe. Maar um, en de, 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 de tussentijdse periode die hij heeft genomen om bij allerlei andere ploegen te gaan zien hoe dat bent mm -hmm. ja, Hij is graag gezien in de league. Hè. Dus hij kon bij alle ploegen gaan kijken. Hoe pak jullie dat aan? Bijleren. Student of the game. Daar is iedereen het over eens. Die in ademt, slaapt, eet, drinkt basketbal. Uh, Niks anders. Ah, wel, die, ja, ja. Uh, die, die heeft bijna niks anders. Het, uh, passioneel uh, op kantje. In basketbal uh, is die zijn lief. Ja, wel, volgens mij. Poor family dat hij heeft. Maar, <laughs> maar, uh, maar dat hij dan, dat dan hey, nu ook daarmee is gegroeid, wat ook iedereen zegt. Ja, dat is gewoon ook super om te kijken. Die is ook goed omringd. Mm -hmm. Ik herhaal het. Leon Rose, World Wide West. Die voelt ook dat hij met experten of, of toch met toppers omringd. En, en die spelers. En die wie moet zich niet meer? Uh, Dolan, hè? Dolan. Want blijkbaar, want ik heb uh, vorige week nog een interview van Tips gezien op ESPN. Uh, en nou, waarin hij heel ook lovend, zei... ja, 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 de, Dolan. Alles wat we vragen aan Dolan krijgen we. Ja. Het is ooit anders geweest. Ja. Hè? Ja. Maar ook omdat Dolan volgens mij een wel heeft dat als het nu niet lukt, dat het echt wel aan hem ligt. Hè? <laughs> met Leon Rose, met World Wide ja. West, met een Tom Thibodeau wat je niet hebt, waren de spelers. En die zorgen ervoor dat je toch nog een winning season hebt dit seizoen. Dus ja, it has to be you, hè. En gezien nu, heel veel fans lachen met het feit dat hem nu zijn eigen bezighoudt met de New York Rangers. De andere ploeg waar het hem eigenaar van is, omdat die keer het ontstukken zijn. Dus uh, luckily, it's not the Knicks anymore. Maar, maar, Hou je maar, bij ijshockey. Het is goed zo. Ja, ja, so. <laughs> laat, laat er niks meer doen. Maar, maar ook daar zijn we er nog niet. Hè. Ik bedoel, de, de, de brokken die er zijn gemaakt met Oakley, met Spike Lee, ook dat zou eigenlijk allemaal nog moeten opgelost worden. En dan zijn de Knicks echt helemaal terug. Hè. Maar, maar, ja, helemaal uh, terug. Ze moeten er ook nog altijd, um, ja, ja, dat is één. Pre-offs, jij die halen. I don't know. Het gaat er nog aan in We hebben nu zeker de Plains maar oh, De play daar mogen nu toch wel zeker. Ja, maar ja. Zijn. Ik zou het ook ik wel denk. Als je kijkt de Eastern Conference. Op dit moment staan ze vierde. 37 en 29. Eén match voor op Atlanta. Twee matchen voor op Boston en Miami. Phoenix leek Vijf matchen voor op de Hornets. Ja, ik weet het. In de Eastern Conference. Dat zou moeten... Het kan zijn dat ze in de Plains vallen. Kan absoluut nog. Ik denk um, dat de kans heel klein is, hè? maar ik ben wel als New York Niks fan gehard ja, in het, mijn eigen voorbereide op. Maar <laughs> nou, het schema, ze moeten nog naar Phoenix, naar de Clippers, naar de Lakers. Lakers. En dan nog thuis tegen de Spurs, Hornets en Celtics. Ja. Dus de eerste drie niet gemakkelijk. Nee. Sens Clippers, Lakers, allemaal op verplaatsing. Spurs, Hornets, mag geen probleem zijn. Celtics, je, je weet met de Celtics dit, dit jaar nooit wat je gaat krijgen. Want ja, ja. Die, zijn zo, die blazen Bijzonder zo warm en koud. Dat eigenlijk, ja Meest wisselvallige ploeg van de NBA. Het is ja. Heel bizar de daar... Mojo is daar ook wel een beetje wegen. Mm -hmm. Ja, heel raar ja, ja. wat daar aan het gebeuren is. Ja, maar, maar, niet, niet mm. ja. maar als de Niks effectief vierde worden. En die komen uit tegen Atlanta op de vijfde plaats. Dat is de match waar je van moet dromen als niks fan Dat is, van. Ah, is alles mogelijk. Dan je ronde baby. Het ah. ah. Steven A. Smith. Het ah, gaat erover, <laughs> jongen. Het gaat erover. Anything is possible. Anything is. Brooklyn what? Brooklyn what? Brooklyn what? <laughs> <War. Brooklyn> <laughs> <laughs> nee, maar Steven A. is zo. Hij, hij is een gimmick van zichzelf. En hij oh. pompt dat ook My. op. Uh, maar het is wel heerlijk. Omdat de, uh, de arrogantie van een New York Knicks-fan. <laughs> begint nu al een beetje terug te borrelen. Na het eerste winnings-season. Nou, ik weet niet wat. Ja, de Knicks-fans uh, moeten ook. Even, moeten ook, uh, de Knicks fans moeten ook op één vlak wel heel kalm zijn: Brooklyn is beter. Hè? Ja, ja, maar Allee, dat, met alle respect, zelfs zonder James Harden win je geen serie tegen Brooklyn. Dat ontkent niemand. Maar pas op, uh, pas hey, op. Maar ik denk dat Steven A. Hey, uh, wel gelijk heeft als ze hem zegt: als de niks tweede ronde halen en liggen eruit, terwijl de Brooklyn de finale speelt en verliest, hebben de Knicks nog altijd een beter maar, seizoen gemaakt dan Brooklyn. Als de, als de niks eruit gaan in play in tournaments, zelfs dan is hun succes nog. De nou, nee, playoffs moet nu wel echt gehaald. Ja, worden. Nee, maar zelfs dan is het seizoen nog meer succesvol dan wanneer de nets eruit gaan in de conference finals bijvoorbeeld. Ja, ja. En het Om, team, die mannen hebben Durant, Kyrie en James Harden. En Alleen Griffin, daardoor al. En die Andre Jordan. Ja, Blake Griffin is niet meer Blake Griffin. Hij <laughs> ja, is okay, atleet, toch? Ja, en die Andre Jordan is ook. Yeah. Ja. Maar het, het ding is wel uh, wat, wat wel klopt, denk ik, is dat in New York zelf, je merkt gewoon aan alles wat je, wat je leest, hoort, dat je dat wat volgt. Iedereen is blij voor de New York Knicks. Terwijl de Brooklyn Nets volgens mij. Maar nobody cares about the Brooklyn wij, Nets. Van, buiten New York vindt iedereen dat wel graaf hoor. Oh, super team, maar gewoon niet doen, basketbal geweest, Maar in New York zelf, everybody's, everybody's happy for the Knicks. Maar dat is zoals in LA. In LA, nobody cares about the clippers. Lakerstown. New York zal altijd een niks Town blijven. En dat is waarom het zo onnozel was wat Kevin Durant vorig jaar gezegd heeft, van, of, of anderhalf jaar geleden gezegd heeft: Ja, de so uh, cool. Knicks are not the cool thing right now. De uh. Knicks zullen altijd het coole blijven in New York. Langs de andere kant, het is inderdaad zo, die zijn al zo lang irrelevant geweest dat ik wel snapte waar het vandaan kwam yeah, bij, bij KD. Maar als het erop aankomt bij de echte New Yorkers, dan zal het altijd een niks blijven. Omdat of... die ook zo door hun ouders opgevoed worden. Yeah zijn er niks. Maar jij vroeg ooit eens, in uh, een de keer dat ik hier was, toen het allemaal nog droevig was, uh, <laughs> waarom de New York niks? En ik zei toen tegen nu. om van de vele redenen is, als het daar lukt, is het tien keer zo zoeter. Mm -hmm. Want it's, it's the, the make-up of basketball. is de capital of basketball. En voel het nu gewoon. We hebben een winning season. Zelfs niet zo spectaculair. Nee. We hebben een reeks gehad van negen binnen de matchen. En iedereen is erover bezig. LeBron, de NBA is just a better league maar New York is ja, niet een basketball. Iedereen voelt dat ook gewoon. There, there's something maar, different there. Ik snapte dat wel. Ik moest ja. die vraag gewoon stellen. Ja, okay, ik, nog is mijn mijn pa <laughs> was een Knicks supporter. Dus ik, ik, snap de, ik snap de affiniteit. En ik snap de, de aantrekking daarvan. Ja. Ik begrijp het helemaal. En... Ja, Madison Square Garden speelt er natuurlijk ook een rol. Ja, ja, ja. bij. Dat, dat hoort daar ook bij. Hè? MSG. Uh, ja, maar ja. Den, allee, Brooklyn Ward. Ik snap het, het is goed. Maar Brooklyn is ja, nog altijd wel tuurlijk, beter. Tuurlijk, tuurlijk. <laughs> Absoluut. En, 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 en trouwens, ook de laatste match tegen Denver, laten we eerlijk zijn. Uh, ik heb daar de eerste twee quarters gevolgd, Ramen en Breakfast. Uh, 24-12, Jokic was echt de New York Knicks alleen aan het oprollen. En die deed whatever hij wou uh, in de paint. Dat was echt niet normaal. Uh, en je merkt ook gewoon, en dat is ook logisch, voor zo'n ploeg die, 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 die veel zelfvertrouwen heeft, maar ook nog zoveel moet groeien, en op dit moment alles behalve compleet is, je hebt daar echt nog een paar versterkingen nodig, en zeker nog een sterspeler erbij, ja, dat die ook nog wel heel hard de kletsen gaan krijgen. En mm -hmm. dat er een paar ploegen zijn die op dit moment vele stappen verder staan. Maar dat is oké. Okay. En dat is, dat is waarom ik altijd heb gezegd dat ik vond dat ze moesten tanken, enkel en alleen. Mijn gedachte daarachter was... De draftclass die er nu aankomt, als je eenmaal die top vijf picks kan krijgen. Van een Kate Cunningham, van een Evan Mobley, of een Jalen Sucks, of een, uh, een Jalen Green. Kuminga, je hebt zoveel, je hebt interessante namen die eraan komen. Dat was kwaliteit die ze in mijn ogen konden gebruiken. Jij gaat er altijd aan, je gaat toch niet bewust verliezen. En als speler natuurlijk niet. En dat is wel wat er nu inderdaad is. Nu heb je die mentaliteit is veranderd. Nu ga je daar om. Ja, de winnaarsmentaliteit is daarin gekropen. Um, en er zijn heel wat ploegen, kijk naar Sacramento er in de jaren... Waar dat het verliezen ook voor een verliezersmentaliteit heeft gezorgd. En ik denk dat die twee dingen niet moeten samengaan. Maar het is wel goed dat Timber ook nu die winnaarsmentaliteit daarin heeft gekregen. Al stel ik me wel de vraag: wat gaat dit betekenen voor de, voor de toekomst? Ik denk al verder na dan na ja, dit seizoen. Eén, ik kies voor dit soort seizoen boven uh, Tankje any day of the year. Ja, maar, niet, maar niet vijf jaar op rij. Nee, dat is waar. Ik had afgelopen vier seizoenen... We, ja, ja, we waren aan het tanken. Hè. Dat was niet bewust, dus, dus ik ben gewoon blij dat we nu dit hebben. Uh, maar, maar twee, <coughs> the future looks bright. Hè. Mm -hmm. We hebben hoeveel? 60 miljoen uh, salary cap, als nu ook niks. De hoogste van de hele NBA. We hebben een paar first round picks die er zitten aan te komen waar we mee kunnen traden. We kunnen wel het een en het ander doen. Hè. And why not look at the only player... I'm thinking about Damien Lillard. <laughs> <laughs> Waarom niet? Omdat die mensen heeft gezegd dat hij bij Portland wil ja, blijven. Zo <laughs> die die dat zou zo zuur zijn. Damien Lillard is de enige speler waarvan ik overwoog, of overweeg nog altijd om een jersey te kopen, niet van de New York Knicks. En die van Portland zijn uh, ook cool. Ja, die, die zijn shirts. wel graven. Ja. Vooral die witte dan, vind ik zo. Ja. Die, uh, ik vind dat echt cool. Maar ik bedoel, los van Damien Lillard. Uh, uh, ik hoop voor hem trouwens dat hij echt iets met Portland kan doen. En ik vind dat hij op dit moment ik vind dat jammer om te zien. Hè. Vorig jaar in de bubbel vond ik die fenomenaal om te zien. En dit jaar is het wat moeilijker en wat meer struggler. Maar ze, uh, ze, ze hebben blessures gehad, maar nu ze fit zijn, is het nog altijd heel moeilijk. Ja, dat ja, het is heel het duidelijk. Zit er, het, zit er gewoon, het komt er niet uit. Het mm -hmm. zit er wel in, maar het komt er niet uit. Maar allee, dus we hebben, er is heel veel salary cap dat je kunt gaan gebruiken om topspelers aan te trekken. Er zijn wel amper interessante free agents. True, true. maar wacht dan ook, je, je, je hoeft nu niet zot te doen. Hè. En ik denk ook niet dat ze nu domme dingen gaan doen hè, met Leon Rose en World Wide West. Blij, durf dus, je dat met vertrouwen zeggen? Nu wel. Na het offseason <laughs> off van vorig seizoen wel. En ik denk dat er nu ook meer interessante spelers naar New York willen komen na nou dit seizoen. Oké. Okay. Waarom? Waarom? Maar jij, jij hebt er geen vertrouwen in. Ik, dat wel, ik, ben bah, ik ben gewoon sceptisch. Ik ben gewoon realistisch ook ergens. Maar wie zou, wat, wel, welke dom scenario zou ze doen? Wie gaat... Ik hoop dat ze Bradley Beal niet halen, eigenlijk. Mm -hmm. Ik weet dat Bradley Beal wordt genoemd als een... Dat zou ook niet de slechtste keuze zijn, maar het zou voor mij niet de grote mm -hmm. gamechanger zijn of zo. Ik denk ook niet dat dat de speler is die ze daar nodig hebben. Nee, ik denk ook niet. Ik, het is kijken naar de toekomst. En ik vraag me ook af wat ze met Randall gaan doen. Dat is ja, niet dat Randall die dat... trouwens... Als die geen Most Improved wordt dit jaar, weet ik het ook. Ja, nee, sorry, maar dat is voor mij uitgemaakte zaak. Yeah, Knicks moeten twee, er zijn twee awards die de Knicks moeten krijgen dit jaar: Most Improved en Coach of the Year. Tiburon is Coach of the Year. Je kan daar nog Monty Williams van Phoenix, oh, Phoenix is yeah. daar ook nog echt wel kans hebben wat hij daar gedaan heeft. Maar de Phoenix, Phoenix Suns hebben Booker en Chris Paul, de Knicks hebben Julius Randle en RJ Barrett. Dan is Timberau Coach of the Year voor mij. <laughs> Wat hij daarmee gedaan heeft, dat is heel simpel. Heel even over de Suns. Shout-out naar Chris Paul. <laughs> en de carrière zo gezegd. Wat die is aan toen fenomenaal. En we hadden het vaak over ploegen die tanken: losersmentaliteit. De Phoenix Suns hadden de afgelopen jaren een losersmentaliteit. Zo zie je maar hoe het halen van één cruciale speler, of één speler een mentaliteit van een ploeg compleet kan veranderen. Want dit is een ploeg nu met een winnaarsmentaliteit. Ja, maar ik denk uh, wat dit seizoen is voor de niks, namelijk dat er terug zo'n cultuur is en waar mensen zo optimistisch naar de toekomst kijken. Was de bubbel voor jaar voor Phoenix? Ja. Ze zijn er ongeslagen. En nu ook. Ze gemerkt ge dat hij ook op sociale media terug. Maar toen, was, community Chris, aan ja, te maar toen was Chris ja. Paul er wel nog niet bij. Hè? En dat maakt wel het verschil voor die ploegen. Chris Paul was er in de bubbel, dat hij bij OKC. Ja, maar, maar ze hebben wel bewezen wel... dat ze zotte dingen konden doen. Ja, en dat het waren ze maar ze maar, acht kon... en ja, okay, maar Ja, oké, maar toch voor een ploeg als Phoenix Suns, die ervoor echt wel pff, de Livingstock was of de NBA. Eh? Ja. Um, waar de spelers ze letterlijk zeiden: I don't want to be here anymore. Uh, Doe iets met mij. Eh? Laat <laughs> mij gaan. Eh? Um... Maar dat is het beste, het grappigste eigenlijk. Je hebt twee clubs met de slechtste eigenaars: je hebt Sarver bij de Suns en je hebt Dolan bij de Knicks. En dat zijn de twee ploegen die eigenlijk positief ja, ja. verrassen, die goede ja. dingen laten zien. Waar James Jones bij Phoenix goede dingen doet, waar World Wide West onder andere goede dingen doet en Perry goede dingen doen bij de, uh, bij de Knicks. Ja. En waar het lijkt, want er wordt niet over geschreven, het is heel stil rond die twee eigenaars, dan lijkt het alsof die hun handen daar even van, van af hebben gehouden. Anders komen daar verhalen naar buiten. Dat ik, we, als er één ding is wat we weten over de NBA, is dat er dan verhalen ja, naar buiten ja. komen. Ik denk niet aan Leon Rose en World Wide West. het soort mensen zijn die zeggen van oké, okay, ik kom wel, maar jij mocht mij overrollen. World Wild West, die ging niet komen, hè? dat hij er toch nog iets Ah, je snapt ja. uh, Iedereen zei van, oh ja, maar die heeft een keigoed band met Leon Rose, maar die gaat dat toch niet doen, die gaat toch niet zijn eigen positie in de NBA, uh, waar dat hem dan gewaardeerd is, door Jan en Alman over ploegen heen, toch niet op het spel zetten. Als je dat wel doet, en dan staat er wel iets tegenover, denk ik. En ik denk dat Dolan dat ook wel beseft. En voor mij trouwens, uh, om even een sprong terug te maken naar de, de, de roster, uh, nog interessanter dan wie dat er naar de niks zou komen en hoe dat ze omgaan met hun draftpicks is... Wat gaat Julius Wendel volgend jaar doen? Ja, gaat hij bevestigen of niet? Maar, gaat nee, hij oh, deze lijn blijven aanhouden en nog verbeteren? En ga, ik denk dat mogelijk is, of gaat hij blijven vallen. Volgend ja, seizoen, terugvallen, okay, ja, dat, seizoen ja. wat was het. Um, dus voorlopig is maar 4 van de bijna 20 miljoen voor volgend jaar gegarandeerd. Kunnen ze in orde brengen. Um, zegt wel alles over de verwachtingen die er voor hem waren, natuurlijk ook. Um, als ze hem zouden laten bijtekenen, kunnen ze zijn salaris met maximum 20% laten stijgen. Onder de salary cap regels. Dat betekent dat hij maximaal, wat is het, uh, 140 miljoen kan krijgen voor vijf jaar. Mm. Niet slecht. Dat is mooi. Aardig, maar, ja. maar als hij in 2022 free agent zou worden, nou, bijvoorbeeld opnieuw een geweldig seizoen volgend jaar, dan kan hij bij een andere ploeg 100 miljoen meer verdienen. 100 ja. miljoen. Hij heeft zelf gezegd, ik ben graag in New York, maar 100 miljoen is gigantisch veel. Maar er zijn twee dingen gebeuren, Dennis. Ofwel wordt hij getraind dit off-season, een supergoed seizoen, voor heel goede assets, ofwel krijgt hij een contractverlening. Dat zijn de enige twee opties. Hè. Je gaat hij niet in de free agency laten gaan. Ah ja. Ofwel, ofwel de... hij... Ik zou dat ook denken, maar ik heb al vreemdere dingen gezien van, van, van general managers... <laughs> Ja. Ik heb vreemdere nee, ik denk keuzes mijn, mijn inschatting is dat dit uh, tussenseizoen zullen ofwel zien dat Julius Randle wordt getraind voor andere assets om een andere ploegen die heel graag willen, ofwel dat is een contract wordt opengebroken. En dat weet ik eigenlijk niet wat je moet Maar doen gaat hij met... dat maar gaat hij dat willen? Gaat hij dat willen tekenen als hij beseft van ik kan als free agent 100 miljoen meer? Krijg je ergens anders. Als klopt, wat hij zegt over Tibido, want je hebt het over Derek ja. Rose. Dat hij zei van de band die ik heb met tips, is even een reden dat ik hier wil zijn. Taj Gibson zegt daar ook. Ik hoort dat van veel startende spelers. En Randall ik zegt het Julius ook. Dus Randall gaat in overdrive daarop. He. I would go to war for him, en ja. um, ja, ja. uh, hij ook voor mij. En, en, en er zit dan een soort van loyaliteit. Um, die ik denk die wel prachtig is. Ja, absoluut. Um, en die gast ook wat mooi daaraan is, je ziet aan Randall. Je ziet dat hij harder werkt dan hij ooit gedaan heeft. En uh, ik, ik had een mooi verhaal gelezen. Um, Kobe Bryant die ging altijd, als hij naar een andere stad ging om te, gaan, om te gaan spelen. Het eerste wat hij deed als hij landde in een andere stad of daar aankwam, was een, een lege gym zoeken. Ergens, al was het een high school gym, om daar alleen te trainen. Ja. Gewoon wat, wat te shotten. Uh, het, was, nee, het is Kobe. Dat is niet gewoon wat shotten. Nee. <laughs> dat is <laughs> all out gaan. Yeah. Maar sindsdien heeft geen enkele andere NBA-speler dat blijkbaar gedaan. Blijkbaar. En Julius Randle is nu. Volgens de berichten. De eerste speler die dat effectief overal doet. In Detroit was het onder andere ook zo ja. waar hij aankomt. En waar hij per se zegt: van, Ik moet ergens een zaal hebben om nu te gaan spelen. Al is het om drie uur s'nachts dat ze aankomen. Randall moet nog gaan trainen. En blijkbaar zijn er heel wat niks-spelers die met hem meegaan. Dat meer is, en meer en meer. De laatste is het zotste van allemaal. Want je las dan een verhaal van in Detroit. Hè, dat hem dan, uh, Ze landen daar en hij ging naar een gym en hij was dan een high school of een, uh, een uh, high school, denk ik, die dat dan voor hem hadden open opengedaan. En die gasten uit uh, straf, de laatste dat hier was, was. Kobe Bryant. Mm. En voor hem is het dan heel emotioneel, want hij heeft met Kobe gespeeld, en, 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 en weet ik wel. Ja. Maar het feit dat dat impact heeft op zijn teamgenoten, dat die meegaan, toont aan dat daar ook gewoon een soort van, ja, we want to put in the work, en, en, en we voelen elkaar aan, en dat hij ook een soort van leiderschapsrol opneemt, los ja. van zijn zotte cijfers. En hij, ja, dat telt ook wel voor wat. Wilt hij ergens anders naartoe gaan waar hem niet per se de leiderschapsrol heeft? Uh, waar hij er niet zo rond hem wordt gewerkt? Waar hij hem niet hetzelfde vertrouwen heeft van die coach? I don't know. Ik weet niet, als je zes seizoenen hebt gehad in, in de middelmatigheid, dan zo'n seizoen dat je dat sommer wilt opgeven. Ja, want als je Randall bekeek bij de Pelicans, ik was niet weggeblazen bij de Lakers, ik was ook niet weggeblazen, en nu is het een andere speler ook geworden. En ik vraag me af of hij dat één kan vasthouden, of hij wat je net zei, kan bevestigen volgend seizoen of hij nog stappen verder kan zetten. En ik ben wel heel benieuwd om dat te zien, hoe dat kan evolueren, eerlijk gezegd. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ben bang voor het Luigi Peroni-seizoen. Ken je Luigi Peroni? Ja. Hij is een spits bij Moes Kroon, Hij is ooit topscorer geweest en hij heeft daarna geen hole meer gedaan. Is ook naar ander licht gegaan zelfs? Ja, ja oké, okay, maar het is allemaal geen hol gedaan. Ik denk dat hij ook nog bij Elke heeft gespeeld in Frankrijk. Goed voor zijn carrière, maar die heeft nooit meer potten gebroken. Maar toch, dat seizoen was dat, was dat de shit. Ik wil niet dat dat gebeurt met Randall. Ik denk ook niet dat dat gebeurt met Randall, omdat hij nu zes jaren onder de belt heeft en nu een zot seizoen heeft en daarop kan verder bouwen. En het is een trainingsbeest. Dat vooral. Ja, het is, het is ja. echt het is een trainingsbeest. Dus in dat opzicht hoop ik dat hij wel gaat bevestigen. En dan heb je natuurlijk R.J. Barrett. Huh? Uh, ik heb het altijd voor Barrett gehad, van zijn high school highlight clips die je dan op YouTube ziet, want ja, wie kijkt er volledige high school matches? Niemand in België, sorry, maakt me niet uit nee, wat nee, je zegt, nee, ik geloof daar nee, nee. niks van als je die dat zegt, dat je volledige nee, matje nee. bekijkt. Maar die had iets, en left, linkshandige basketters, ik heb daar altijd een zwak voor. Nee, Automatisch, nee. Dat, dat heeft iets extra. Nee. En Barrett, ja, een rare stijl, als je hem zo links hij was ook zo van die, een van die linkshandigen die er stijf uitzagen. Meestal zijn die zo vlot, en, en zijn shot zag er stijf uit. Vorig jaar, rookiejaar, kon hij niet shotten. Nee heeft er hard op gewerkt. Hè? En dit seizoen? 39,6% van achter de driepuntlijn. Whatever that most is. 39,6. What the hell? Yeah. En ook, je ziet ook de stappen die hij verder begint te zetten. En hij heeft over een trainingsbeest. En als er één ding is wat R.J. Barrett is, dan is het een harde werker. Um, is de zoon van een ex-prof. Zijn Peter is Steve Nash. Yeah. Zijn godfather is yeah. Steve Nash. Yeah. Dus die. Ja, die begeleiding is in zee. Eh? Ja, maar die begeleiding is er altijd wel geweest. Yeah. En ik denk dat, dat Barrett. Um, ik denk dat hij sowieso die verdere stappen gaat zetten. maar hij heeft gewoon een supergoeie kop. dat is het ding gewoon je merkt dat gewoon aan alles. die laat zijn eigen niet meeslepen. die weet dat die is nederig. die speelt keihard en die is vol zelfvertrouwen. dat is echt wel een redelijk goede cocktail. en het is zoals je zelf zegt, uh, ik heb onlangs op de, was nu op de jump of ergens anders uh, een interview gezien mm. met zijn personal coach die ook heel wat andere spelers begeleidt en die dan uitlegde van was hoe het zo Hamlen ook? Uh, dat weet ik niet wat het is zijn naam ja, het is. Uh, mm. en uh, die, die zei ook van oké okay, in de offseason hebben we dan uh, gewerkt op zijn shot. hij is zijn armen binnen laten gaan. Hey, continu op liggen trainen. Er zijn verschillende aspecten waar je op moet werken. Binnen twee, drie jaar gaat hij peak performance zijn. En ik geloof dat echt. Maar ondertussen, wat je al ziet, is gewoon al heel interessant en heel goed en brengt heel veel bij bij de New York Knicks. Dat gecombineerd bij een speler waar hij nu niemand over praat omdat hij gekwetst is, maar Mitchell Robinson... Ja. Ja, daar zit ook wel heel veel in. Hè? Maar die was fantastisch die bezig. Was... Die ah, eerste dertig matchen was die echt goed. Hè? En dan is wel, heeft hij overgepakt. Um, ja, zijn, als jullie geld geklopt horen, ze zijn hier buiten aan het werken trouwens. kijk. Dat hoort er nu eenmaal bij. Ja, het okay, het, okay, het, zijn okay. overal, het zijn overal werken. In, uh, in Zaventem zijn ze aan het werken. Ze binnen, beginnen binnenkort aan de Oosterweelverbinding. Ik, ik woon in Antwerpen. Ik het ook. permanent ook, Het altijd, gaat duren. <laughs> ze, zeggen, ze zeggen tot 2030. Ze <laughs> jij niet in Antwerpen. Ze zeggen tot ja. 2030. In welk jaar gaan de werken gedaan zijn? Je ja, bent ook al die tien jaar bezig over die ja. Oosterwielverbinding. Ik zeg 2040. Dat is mijn gok. Zoals het Justitiepaleis in Brussel. Ja. Dus dat is ook al twintig jaar aan het verbouwen. Het Museum van Schone Kunsten in Antwerpen. Het beste, het beste aan het Justitiepaleis van Brussel is dat ze onlangs stellingen hebben moeten plaatsen. om de stelling die er al waren Just. te ondersteunen. Nee. Dat echt, ja, dat is echt ja. niks level. Dat is, next level. Ja, dat is toch erger dan in tien jaar van de niks? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dat is wat R.J. Barrett. Is er trouwens een, een NBA-speler die er meer stoned uitziet dan R.J. Barrett? Constant ja, is een kleine Die is echt zo'n dik. Ja. Brandon Ingram. Uh, Brandon uh, Ingram uh, is ook een hele goede. En uh, uh, uh. uh, ah, damn it, hoe weet je nu weer? Michael Beasley? Ja, maar die was altijd. Uh, die was ook effectief altijd, stond. Oké, dat is wel waar. Hij was zijn draft oefening, blijkbaar. Die moest uh, inside moves en altijd afwerken met een dunk. En hij werkt altijd met een lay-up af. En dan is van: Michael, jij doet het. En hij had, had het antwoord: Be easy. Die all, ja. <laughs> finger all, finger Michael B. Eee. Rustig naar huis gaan. Ja. Die ook nog bij de Knicks gespeeld. Ja, ja, ja. En eigenlijk niet zo'n slecht seizoen. <laughs> had, ja, maar, echt, maar als je kijkt naar wie we allemaal hebben gehad de afgelopen jaren. En maar voor. Continu, dat waren allemaal restspelers en afdenkers. die dan een contractje van één of twee seizoenen hadden. en dan weer weg waren. Prigioni. Nou ja. De oudste rookie aller tijden. Ja, ja, ja. Prigioni. ja Pablo Prigioni. Voor um, <laughs> de toekomst. Ja, je moet natuurlijk aan de toekomst ook denken. Oké, okay, dit seizoen. Ik toch even nog een shout-out naar Mitchell Robinson. Hè, want echt waar, die is nu gekwetst. Maar hij samen met en quickly. En ja, Obi toppen is een beetje moeilijk om te zeggen, maar dan hangt dat hangt af. Dat wil ik niet zeggen. Als je aan de toekomst denkt, want dit seizoen. Ik denk dat als ze de play-offs halen, is het al knap. Als ze tegen de Hawks uitkomen, de Hawks maken ze af. Ik ben daarvan overtuigd. Is Trey Young eigenlijk al terug? Ja, hè? Uh, Ja, maar Tray Young zal in de playoffs wel zijn. Ja. Maar ze zijn beter dan de Hawks, hè. Ja, ja, ja. Echt veel beter dan de Hawks in mijn mm. ogen. De Niks kunnen effectief de tweede ronde halen. Zo mm. so, de play oh, halen. Dat is echt zo zot. Zijn. Ja, maar het is echt heel realistisch <laughs> dat ze dat doen. Maar dan denk je ook aan de toekomst. En dan denk je. Wie wil je echt bijhouden? Mitchell Robinson is in mijn ogen een van die namen die je echt wil bijhouden. Dat kan de beste in NBA worden. Dat denk ik niet. Maar ik kan een belangrijke speler... Joel Embiid is nog maar 26 of zo. Hè? Nee. Of Joel Embiid maakt je met... Nicola Jokic. Fysieke... Nicola Jokic. Ja, ja. Is ook een center, hè? Ja, dat is wel. Rudy Cobain loopt daar ook nog altijd well rond. Dat ver, Jokic. Echt waar, juist. Oh. Dus, en ook, hey, als het gaat over... Uh, tol met mensen die er meer stoont uitzien, tol met iemand die eruit ziet als dat, dat hij helemaal me geen hol interesseert, maar wel keer op keer zotte dingen doen. En dan heb toch Nikola Jokic, zo... Ja, hey, ik weet niet wat ik hier ben aan het doen. ik zie er niet uit als een basketer, ik zie eruit als een bouwvakker. Maar daarom is... Maar, maar daarom vindt iedereen die ook zo sympathiek, hè? Is Omdat hij er ook zo... Ja, het is geniaal. Het jamanfoutisme van Nikola Jokic is gigantisch. Dat is geniaal. Maar wie wil je bijhouden? Als je kijkt naar de toekomst... Ik heb vier namen maar opgeschreven, waarvan ik denk... Mikey Kukke, ja. RJ, Ja. Mitchell, ja Robinson uh, quickly ja. en pam 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 dan nu moet ik even goed nadenken uh, uh, Tja, de vierde ik denk als, als je nu ik denk als je na dit seizoen hè, is er één naam Logisch. Nou, Julius Cholis Randall, Randall ja. 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 ja ik zou hem geen supermak ik ga die gast geen 35 miljoen per jaar betalen maar als die kan verder zetten wat hij nu laat zien, is ook nog maar 26. Hè? Ja, 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 ja voilà, dingen. Dat komt ja, erbij. Het is ja, ja. nog maar 26 jaar. Ja, ja. De kan en... echt zotte dingen doen. En we zijn allemaal heel snel op, in elke sport in het afschrijven van spelers. Jonge gasten afschrijven, we zijn er allemaal fantastisch in. Hè? Na een half jaar, oh, hij is niet goed genoeg. En dan zie je, ah oké, okay, we hadden misschien wat tijd moeten geven. Ik heb die fout zelf ook al duizend keer gemaakt. En meteen judgen en dan beseffen, ja, eigenlijk is dat toch wel te snel. Maar Randall, ja, het heeft lang geduurd. Het is een zevende seizoen. Maar als hij effectief nu die klik gemaakt heeft en hierop kan verder bouwen. Dan is er geen enkele reden waarom de Nix niet verder Ik met zou hem wil werken? Stel Dirk Kloos er ook nog wel bij hoe omdat maar Dat is, gewoon, dat is voor volgend seizoen, maar dat is geen optie voor de toekomst. Hè? Nee, nee, dus niet oh, ja, om rond okay. te bouwen. Ik ja, doe okay. echt de, de, toekomst, de core om rond ja, te bouwen. Ja, ja. ja dan klopt het. Omdat de rest... Uh, ik zou er, ergens nog dieper zeggen een Frank Nilikina, puur defensive. puur defensive state Je, je, je hebt zo'n kan een kan Frank lover. Ja, maar hij is gewoon ook zo'n sympathieke gast. <laughs> ja, maar, uh, maar los daarvan denk ik... een Kevin Knox is echt gewoon... Allez, sorry, het, het gaat niet over afschrijven, maar een Kevin Knox is wel weer een stuk afgeschreven. Daar sorry. hadden we wel wat meer van verwachten. Dus er zijn al meer telefoons afgegaan hier. Dat is allemaal oké. Tony van den Bossen GSM is hier een keer 10 minuten aan het stuk afgegaan. Ah, okay. Dat is allemaal niet erg. Obi Toppin is daar een vraagteken bij. Uh, want dat is wel het probleem. Mijn zorgen voor, dit, uh, voor dit seizoen voor de NIX waren Thibodeau en jonge gasten. Het is niet altijd de beste combinatie. Hoe hij daarmee samenwerkt. Hij uh, heeft dat in het verleden bewezen dat dat niet zijn sterkste punt is. En Obi Toppin is daar een beetje het slachtoffer van. Obi Toppin is het slachtoffer van de vele minuten die Julius Randle moet maken. Ja. Obi Toppin is ook gewoon nog niet klaar genoeg. Vooral op één vlak. Wat is, waar staat Thibodeau voor? Goede defense. Nou, dat altijd. En dat doet hij dit jaar ook weer. En top, top in wissen in college al kan niet verdedigen. Of kon daar niet verdedigen. En als hij de kansen die hij krijgt dit jaar... Je ziet dat nog altijd defensief dan loopt een beetje verdwaald. Ja, het is een kip zonder ja. kop. Hij is echt ja. aan het zoeken waar hij naartoe moet gaan, wat hij echt moet doen. Die basic defensive fundamentals zijn daar precies niet helemaal bij hem. Ja, maar ik denk ook dat hij te weinig minuten heeft gehad om, om daar iets of zinnigs op te zeggen. Eh, want uh, hoe hard hij ook traint, en ja, you gotta be ready to come in the game. Het is altijd anders dat je erop staat, zeker van een rookie. Offensief bent u wel. Eh, nou wisten we dat hem dat kan. dat elf minuten per match iemand ja. elf. Dat ja. is wel heel weinig, hoor. Dat is toch nee. iemand die als je daar effectief in wil investeren, in mijn ogen ja. moet je die altijd een 18, 19 minuten geven. Ja, maar je kent hem verboden. Je kunt niet Julius Randle een stellar season hebben en Obi Topp een speelminuutje ja, geven. Ja, Randle moet geen 37 minuten per match spelen. Hè? Nou, bij mij betreft Doen wel. Als je 35, speel, de ploeg heeft speel Obi Topp in als, als small ball 5 uit. Je kan altijd dingen proberen om die 5, 6 minuten extra te geven. Maar Veel is het, zo... is niet, het is sowieso te vroeg om Obi Toppen er iets over te zeggen, vind ik. Hij heeft weinig minuten gehad. Hij heeft offensive een paar hele leuke dingen laten zien. Ik bedoel, alley uitdelen als uh, Toppen in de buurt is. Alsof het niks is. Uh, zijn driepunter zit goed. Hè? Rebounds dat doet hem ook wel zijn ding in. Maar defensief, ja, klopt het gewoon nog niet. En ik denk dat open Toppen dat gaat afhangen van volgend seizoen. Punt. Maar zo iemand als Kevin Knox, die er nu al twee, drie seizoenen gewoon niet uitkomt. Niet. Terwijl het hem nu ook coachingstaf heeft. Waar hij hem heeft samengewerkt toen op college. Die hem wel beter kennen en beter begrijpen. Ja, ik vrees gewoon niet dat dat voor hem in NBA niks is. Maar gewoon dat het niks gewoon niet zijn, uh, zijn, 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 zijn omgeving zijn. Elf minuten per match voor Kevin Knox. Vier punten. 1,5 rebounds. 0,5 assists per match. En wat zijn zijn shooting stats? Dat weet ik niet van buiten eigenlijk. Um, 39% van... Van hem 80%. wordt wel gezegd dat hij een drie punten kan knallen, maar ja, oké. Okay. Okay. Maar ja, als, als je amper als al 11 minuten per match speelt, Gaat kan je er knallen. nooit in knallen. Nee. Het is wel zeggen, um, dit seizoen, Austin Rivers had het voorspeld, we're not a bad team. Ja. En ik vind het heel raar dat hij dan... All they had to het sweden. <laughs> ja. Veel liefde voor Austin Rivers trouwens. Hè. Die was echt een van de eerste die heel luid... Die mentaliteit voor een stuk propageerde ook wel. Ook en die was goed, goed mee, voor ja. de Knicks. Hè? Ja, en dan ineens niet meer. Hè. Ja, en nu zit hij uh, de bij Denver. Ja. Van genoogd, de Hij heeft dat goed gezien. Ja, van genoogd, en tegen, Van die tegen je, de Knicks. Ik net zeggen, je zag dat. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Hoeveel had hij? 25 punten? Ja, ja. With Echt, the vengeance. Alles wat hij ja, ja. deed. Je zag ja, ja. aan die lichaamstaal van... En altijd, dat, altijd naar de bank. Ja, ja, altijd naar die bank van de niks kijken. Maar hij verdient het ook. Hij verdient het ook echt waar. Austin Rivers heeft soms wel een beetje... Hij is er al de zoon van. Geen een beetje een moeilijke carrière in, in de NBA. Van, eh, toch niet echt... Oh, nergens een topspeler. Niet Ja. Voilà. Uh -huh. en, maar nu dan de kans krijgen bij Denver en die match grijpen. Ja, ik gun hem dat wel. Echt ik waar. ook. Geen ik bad feelings ook. tegenover Aston Rivers. Nog één ding over de niks. Ik heb yes. een paar andere dingen die ik kort wil aanraken. Eén ding over de niks. Ga je toch moeten teleurstellen. Zion Williamson gaat de eerste jaren niet naar New York komen. <laughs> Zion en RJ gaan ooit nog samen maar spelen. Maar dat kan zijn. Dat geloof ik ook. Dat geloof ik ook. maten samen bij Duke gespeeld. Maar ik had een paar, paar tweets erover gezien. Onder andere Thomas Pieters, de golfer, had daarover getweet. Van, ja, ja, na ja, één interview. Dat is zo typisch ook. Hè. Nee, nee, nee. Maar ook, hij heeft Zion ook een paar keer zien spelen in, ja. in, 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 in real life. En hij was terecht daarvan onder de indruk. Ik heb maar één nog maar op televisie gezien. Maar hij zei ook van, ja, in real life, die gast, dat is niet normaal. En dat hoor ik van iedereen die hem heeft ja, ja. zien spelen. Van, ja. Het is echt een fenomeen. Het is niet normaal. Ja, ja. En ik snap... De affiniteit. Ik snap waarom je zou willen dat hij naar New York gaat. Maar kijk, na zijn rookie deal wordt hij restricted free agent. En elk bot dat er gaat komen, gaan de Pelicans ook matchen. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En dat, dat is verstandig voor de Pelicans. Maar dat is een beetje like AD, hè, die dan heel lang bij de Pelicans zat. En uiteindelijk ook bij de Lakers is terechtgekomen. Om wel niet veel te doen tot nu toe. Maar ook okay, de okay, titel dat, gewonnen. Ze van, hebben he? vorig jaar dit seizoen. Nee. Dan, ik wou zeggen, dit seizoen. Sorry, vorig jaar. ja zeggen. Ja, vorig titel gewonnen, dit seizoen. Hè. Maar uh, van mij. Zijn, mag nog een paar jaar ervaring opdoen in New Orleans. Dat is geen probleem, incubator, <laughs> laat hem alles opdoen, en daarna komt hij naar de Knicks om met RJ te spelen. Heb jij die zo'n fonkelende oogjes gezien ja. toen hij die vraag kreeg? Ja, ik bedoel, MSG is the best place to play, alleen besides New Orleans maar weet, je, like, weet je wie dat, uh, je dat, yeah, wie dat ook right. zei? Huh? Weet je wie dat ook zei over Madison Square Garden, die zijn oogjes ook altijd fonkelde? Michael Jeffrey Jordan, verliefd op Madison Square Garden. Kobe Bryant, verliefd op uh, Madison Square Garden. Hoeveel matchen hebben die gespeeld in het shirt van de Knicks? Ik wil maar zeggen, ja. sommige mensen willen liever naar New York gaan en de Knicks een pak geven. Wat ik ook voorbij. begrijp. Die tijd is er voorbij. <laughs> <laughs> um, uh. Een ex-Knicks-legende heeft uh, ook nieuws, het nieuws gehaald nog eens afgelopen week, Carmelo Anthony. Top 10 aller tijden in scoring. Um, voorbij Elvin Hayes. Ik had nooit gedacht, nog eens mea culpa. het is vandaag een mea culpa-aflevering, um, nooit gedacht dat Carmelo Anthony effectief zich zo in die mindere rol zou schikken. Shot nog altijd graag. Heeft nog altijd graag zijn ISO's. Is nog altijd een speler die. Um... Het is nog altijd Carmelo Anthony. Maar het is wel iemand die nu effectief vrede heeft genomen, nu al twee jaar, met die rol bij Portland en die dat daar goed genoeg doet, in mijn ogen. Ik, dat niet. Ik heb er wel respect voor dat hij dat kan. En dat hij nog altijd in de NBA zit en het aardig doet weinig spelers waar ik zo blij voor ben als Carmelo Anthony, nu dat hij die, tiende, die uh, tiende plaats heeft gehaald en dat hij met Portland ook zijn draaiturig heeft gevonden. Want ik vind dat er heel veel is gezegd over Carmelo, uh, en terecht ook, uh, uh, maar ik denk dat als er één iets is dat je als niks van nu weet, is dat die hele omgeving toxic was. En Carmelo was daar ook mee een slachtoffer van. En heel vaak werd dat geportretteerd alsof hij de aanjager was. Ik denk wel dat hij daar ook een rol in gespeeld ja, ja, heeft. Ja, maar omdat, omdat je ook op een bepaalde man, manier wordt gebombardeerd tot de man die het allemaal moet doen. Ja, maar ja, dat is. En de, ja, ja, en, maar je kunt het niet doen als je in een compleet toxic environment zit en slecht omringt, zei vooral duidelijkheid. En dan daarna is hij het slachtoffer van geworden door, door, door bij Houston te zitten, daarna okay, geen ploeg te hebben. Ook okay, uh, okay, ja. geen ploeg te hebben. Portland heeft hij opgepikt en sindsdien vind je dat Mello uh, mee een soort van. En Mello is trouwens alleen maar Carmelo Anthony ja. voor alle jonkies daar. La Mello is gewoon La Mello. Mello is Carmelo. <laughs> dat is Let's, wel get waar. That. Let's get that clear. Hier, dus Mello heeft ook, Carmelo, heeft, zijn schoenen was ook de Mello. Ah, wel, dus kijk, dit zo. kan alleen maar... Get in line, Lamello. Maar dat hij de mentaliteit die hij nu heeft, de, de spelvreugde die hem toont, de bijdrage die hem levert aan de Portland Trailblazers, toont gewoon aan dat hij echt gewoon een super goede gest is en een heel goede bijdrager. Waar iedereen die met hem speelt ook altijd heeft gezicht trouwens. En dat ook altijd in schril contrast stond met de beelden die over hem werden. of het beeld dat van hem werd neergepint. Dus, dus in die zin ben ik hier gewoon super, super blij voor. Op een top professional. Hoe oud is hij nu al ondertussen? Uh, 35? Van 84 ja, zoiets. Is van 84. 84? Is van 84. 84. 37, ja, ja. Dat is die 37, zoals mij. Dat is echt geschift, hè. Die, die, die gedraagt zijn eigenlijk op en top professioneel, wat blijft besteden. De Brown is ook van 84, hè? Ja, maar de Brown is gewoon... <laughs> dus iedereen het over eens, op dit seizoen na, hoe hij zijn lichaam heeft onderhouden, en wat hij deed. Nu begin ik wel te vrezen, trouwens. Na dit seizoen, dat het wel eens kan beginnen afkomen. Ik vond die uitspraak heel straf. High ankles pain. dat is echt kut. Absoluut. Maar ik ga nooit meer 100% zijn. Eén, ja, dat, niemand had dat ook verwacht. Je, bent 7, je wordt 37 jaar, tuurlijk ga je nooit, uh, Je bent 36, je wordt er 37 in december. Tuurlijk ga je geen 100% meer zijn. Het zou maar straf zijn als je dat nog kan op die leeftijd. Nee. Maar die enke, en, enkel spring volgens mij, dat uh, je kan gewoon herstellen. Het is niet ja. afgescheurd, die ligamenten. Van, ah. Ik vond het een vreemde uitspraak, omdat tuurlijk ga je nooit meer 100%. Je gaat nooit meer de LeBron zijn van 2013, puur fysiek gewoon. Nee. Omdat je ouder wordt. Maar door die ene blessure, ik, vond dat, ah, ik vind dat heel straf dat hij denkt dat hij door die ene blessure nooit meer 100% ging zijn. Ik, ik, Moet ik, meer ik, achter zitten. Ja, wel, hoe zit het in het kopje? Hè? Mm -hmm. Dat vraagt me naar je af, hoe veel kunnen verwachten van iemand die gewoon blijft gaan, naar gaan, en na gaan. Zelfs MJ had op een bepaald moment ook gewoon een kortsluiting in zijn hoofd, ook met het persoonlijk drama en alles wat gewoon, maar je merkte ook wel gewoon eh, dat hij op een bepaald moment opzet. LeBron is al zo lang aan het presteren op het... Opper, topper niveau. Maar wat dan helpt, is dat je niet elk jaar de titel wint. Dat is gewoon zo. Als je ja, Jordan, Jordan, hebt en, Jordan, ja. Jordan drie jaar op rij gewonnen, dan gestopt van: ja, ik heb alles gewonnen wat, ik te winnen, wat er te winnen valt. Ik wil ook niet naar een andere ploeg gaan. Terugkomen, weer alles gewonnen. LeBron heeft dat niet gehad. Die heeft bij Miami twee titels gewonnen, maar heeft ook twee finals verloren. Hmm. En dan is hij op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging ergens anders. Bij Cleveland, drie finals verloren, één gewonnen. En dan ergens anders een nieuwe uitdaging gevonden. Op die manier heeft LeBron voor zichzelf nieuwe uitdagingen gevonden ja. en gecreëerd. En nu is de uitdaging tweede titel op rij winnen, met mijn derde ploeg. Dat is voor hem de... Denk, mentaal is het, ik denk dat het mentaal gemakkelijker is, denk ik, om naar een uitdaging te zoeken bij een andere ploeg dan constant bij dezelfde ploeg. Als je dat bijvoorbeeld doortrekt naar het voetbal, ik denk dat het moeilijker is op dat vlak voor Lionel Messi, om constant nieuwe uitdagingen te vinden binnen bij Barcelona. Barcelona. Dan voor een Ronaldo die naar andere ploegen is gegaan om daar een nieuwe uitdaging te krijgen. Ik denk trouwens dat hij bij MJ wel meeviel, aangezien dat hij gewoon verhalen verzon. Ja. Omdat, om, om, om dat dan persoonlijk <laughs> te nemen. En then I took it personally. Ja, dat is, is zo'n wel... psycho, die ja. mensen. Ik ja, ja. Maar uh, trouwens, heel opvallend in de laatste tijd: dat het enige moment waar hij in tranen uitbarstte was toen hij zei. Al wat ik wou is dat zij even succesvol en even hard wou winnen als mij. Ja. En dat het net ging over het feit dat hij dan echt zo die winnersmentaliteit erin wou. Dat is zijn levensvisie. Lepen. Ja, 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 ja dat, is, dat is wel duidelijk. Maar um, ik vraag me af wat het gesprek dat hij heeft trouwens. Melan Mello als owner van Charlotte en, en, en wat voor gesprekken dat, dat daar ja. zijn. Ik ben heel benieuwd. De uh, keer zou Lamar. Ja. Lamar beter. Lamar. Ik denk niet dat hij daar binnen mag. Nee, ik denk ook niet. Nee. Ik denk ook niet. Nee, natuurlijk Maar niet. over LeBron en Mello nog één ding wat ik super graag vind van die gesten, en dat vind ik ook wel blij mee om te zeggen, is dat uh, Carmelo is ook gegroeid qua uh, uh, stem voor een community. Voor de dingen die ze toen ja. rond bepaalde awareness en thema's de NBA heeft een zotte rol gespeeld, hè, voor seizoen met Black Lives Matter. Maar dat vind ik ook graaf, hoe Carmelo daar op dit moment heel veel geloofwaardigheid rond heeft, zijn platform gebruikt. LeBron doet dat ook, dat wisten we al. En dat is ook een van de redenen waarom ik zo, zo blij ben voor iemand als Carmelo, Snapte. Die, die heeft gewoon veel te bieden. Dus dat is graaf. Maar sowel, je ziet natuurlijk heel wat reacties, zeker op sociale media. Carmelo, top 10 aller tijden in scoring. En ineens van ja... Don't tell me he's not a top 20 player of all time. Wow, wow, wow. Iedereen, hold your horses. Heeft Elvin Hayes ingehaald. Ik vraag me af hoeveel mensen weten waar Elvin Hayes zelfs gespeeld heeft. Mm. En Carmelo heeft een prachtige carrière gehad, maar het is geen top 20, misschien zelfs geen top 30 speler tijden. Nee. Het is gewoon de, het is gewoon even de business realiteit. En moet ook, ja, als je kijkt naar het verleden, er zijn heel veel goede spelers geweest in de NBA. Hè? Heel ja. veel heel goede spelers geweest in de NBA. Ja. Maar dat is een beetje zoals Vince Carter. Vince Carter was ook een op- en top professional. Hoe lang is die meegegaan? Een zotte scoorder, spectaculair. Is voor mij ook niet een de beste twintig nou, aller tijden. Totaal niet, dat wel. Dat zijn wel gasten die heel onze generatie hebben beïnvloed. Ja. Uh, Begeesterd. Ja, ja, voilà. En, en, en Carmelo is gewoon een van de vlotste en puurste scoorders die er was in de NBA. Punt. En de cijfers liggen niet. Absoluut, absoluut. Ja. Uh, nog één ding. Play een toernooi. Ben je pro of ben je tegen? Uh, pro was dat niet meer deze seizoen, niet hè? Waarom? Niet dat raar. Maar wat, je, hebt, je hebt matchen met meer inzet in april, nu mei, maar normaal gezien in april, die normaal voor de boeren zijn. Die voor de, normaal waar niemand om geeft, voor die matchen. Waar ook ploegen hun best niet meer in doen. En nu heb je heel veel ploegen die hun best moeten blijven doen. Of ze vallen in ja. de play-in, of ze kunnen nog in de play-in geraken. Ja. Ze kunnen nog in de playoffs geraken. Je hebt toch gewoon meer matchen met inzet? Ja, misschien was dat mijn eerste conservatieve reactie, van ja, gewoon eerst echt spelen, play-offs. Ja, gedaan, maar gedaan. als je puur kijkt voor het product basketbal, voor het product NBA-basketbal, is dit toch een zegen. Je hebt meer matchen met inzet. Ik ben heel vaak vroeger in de paasvakantie naar de stage gegaan om, dat dat dan toen moment was dat ik zelf niet moest spelen, want dat waren dan, was het seizoen gedaan, of veld je nog even, even vrij dan. Ja, de matchen die je daar ziet, mooi basket is dat niet. Hè? Dat is ja. geen geweldig basketbal. En ja. nu is dat beter, want die mannen moeten ergens voor spelen. Ja, ik wil het eerst zien. Ik, ik, ik geloof u, of ik snap de redenering erachter, maar ik wil gewoon zien wat dat geeft van die playing games Die playing game vorig jaar was fantastisch, hè? portland ja, tegen dat Memphis. Ja, dat is waar. En er is trouwens een rivalry nu te supporten in Memphis die ook wel heerlijk is om te volgen. En die kunnen elkaar terug tegenkomen in de ja, playing games. Hè? Ja, ik weet het, ja. ja. Dus, maar het is nu simpel: het is 7-8, één match. Wie die match wint is automatisch zeker van de playoffs. Dan 9-10, de winnaar daarvan speelt 10 tegen 10 de verliezer 10. van 7-8. Ja. En de winnaar ja. van die match gaat door. Ook nooit, Ja. ja. Twee, drie matches. extra. Ja, wel, misschien wel. Ik wil, ik wil het gewoon zien. Maar het is zo. Ik heb altijd geweten: de eerste acht spelen play-offs. En, ja, de conservatieve in mij zegt dan van. Ja, dat was echt. Hoe dat in NBA was. Maar ja, misschien, misschien er wel gelijk in. Ja. Um, LeBron, is hij hypocriet of niet? Vorig jaar nog voorstander van de ploegen die onderaan zijn. Ja, dan moeten ze maar tegen elkaar spelen. En nu staat hij zelf misschien in de playing-games. En nu zegt hij. De persoon die met dat idee is gekomen moet ontslagen worden. Ja, <laughs> dat is hypocriet, hè? punt. En ik snap, maar ik snap het ook wel. Uh, ja, het is altijd makkelijk als het over anderen gaat, totdat het over u gaat. Hè? Ah, ja. uh, dus, maar het, is, het is menselijk, maar ook hypocriet. Ja, de Mavericks waren er ook over aan het zeggen. Ja, hè? ook zo. Toen dat ze uh, ja. er bijna in zetten. Mark, ja. Mark Cuban heeft mee voor dat voorstel gestemd, ja. Ja. dus die heeft dat mee goedgekeurd. Ja. En dan zegt Luca iets. Ik snap het de redenering. Het is eigenlijk wat heel veel mensen hier in België zeggen over de playoffs in het voetbal, vind ik. Maar je hebt de klassement. Hm? Het Ja, ja. Nee, maar puur. Je hebt de klassement, dus waarom zijn we daar niet verdienen om de titel te winnen? Ja, omdat het meer matchen met inzet, dat is het hele ja. punt net. Ja. Het is interessanter, het is relevanter, het is spannender. Maar ik vond de bubbel in de Playing Games vorig seizoen zo en zo wel heel magisch. Dat is raar, hè? Maar ik heb er wel van genoten. Dus het als... niveau in de bubbel, onders... ik denk dat we dat onderschatten. Ja. Het niveau in de bubbel is hoger dan wat ik dit seizoen al gezien heb. Ja. Ik vind het niveau niet echt fantastisch altijd, dit seizoen. We hebben al leuke dingen gezien, maar het is heel wisselvallig, heel up en down. No. Dat is er nog niet helemaal. No. Um, nog één ding, laatste. Yes. yes. Russell Westbrook. Ik heb een paar uh, vragen gekregen, onder andere van David van der Velde, als ik me niet vergis, op, uh, op Twitter. Uh, put some respect on his name. Even duidelijk maken, ik heb de Wizards in de playoffs gezet in mijn preview door Russell Westbrook. Ik denk dat dat genoeg respect on his name is. Ja. Want de Wizards zijn geen, geen goede ploeg. En Westbrook is de laatste anderhalve maand echt goed aan het spelen. Pakt hij nog altijd vreselijke shots? Absoluut. Maar was het 21-24? Ja. Voor ja. een paar matches geleden? Ja. Hij pakt er nog altijd vreselijke shots. Ja, Shotslectie trekt vaak nog altijd op niks. Dat is gewoon zo. Dat blijft een deel van Russell Westbrook. Maar de impact die hij op een ploeg heeft kan enorm positief zijn. Washington gaat, misschien de, gaat waarschijnlijk de play in spelen. Mogelijk de play-offs halen. Eruit gaan in de eerste ronde dan, veronderstel ik. Meer dankzij de geweldige Bradley Beal. Wat Westbrook doet is indrukwekkend. Maar ik wil daar ook wat kanttekening bij maken. Het hele triple-double geheelte is zo overrated. Dat is niet normaal. Want je kan zeggen inderdaad 21, 24, dat is heel straf. Maar je moet ook kijken naar hoe hij veel van die rebounds pakt. Ook. Ja, het is gewoon vaak tijdsperring. En dat is niet om negatief te zijn, maar dat is gewoon de realiteit. En triple-doubles, dat is heel tof en het ziet er heel mooi uit. En het is indrukwekkend dat hij het voor het vierde jaar gemiddeld een triple-double heeft. Maar het feit dat hij een triple-double heeft, is gewoon overschat als iemand. 35, 9 en 8 heeft, is dat even indrukwekkend als iemand die 14, 12 en 13 heeft. Ik Vind net, ik. Ja, ik denk dat het supergoed is voor Washington en Westbroek daar zit. Die hebben iets om eruit te kijken. Die hebben een steerspeler. Uh, die zorgt voor spektakel, nog altijd. Die kan balen, Niemand ontkent dat. Daar gaat het ook niet over. Maar ik denk ook wel dat het momentum dat Russell Westbrook iets ging kunnen forceren of betekenen in de NBA, dat dat ook gewoon definitief voorbij is. Russell Westbrook gaat niks meer winnen. Russell Westbrook gaat gewoon nog leuke matchen kunnen voorzien. Gaat Washington ook. even naar boven kunnen trekken. Maar dat zit. En is ook trouwens niet echt een toekomst perspectief voor Washington. Ja. Het is een leuke speler die de kans die hem had, of het momentum die hem had om echt door te breken naar finales voor een stuk heeft gemist. En er is no shame in het. Net zoals zo heel veel spelers Tuurlijk. die echt super goed zijn. Charles Barkley, noem maar op. En uh, that's it eigenlijk. En, dus het blijft een superstar. en het blijft een superstar, hè. Ja. maar het blijft ook wel een superstar met zijn gebreken, ja. zoals zoveel. Ja, ja, Dat is ook absoluut. niet erg. Ja. Maar je bent nu eenmaal strenger voor de supersterren in de NBA. Dat is ook meer dan logisch, ja, ja. vind ik. En het feit is bij Westbrook, als je hem ziet spelen, sommige van zijn gebreken vallen gewoon extra hard op. Zoals die shotselectie. Ja. Dat is iets wat gewoon extra hard opvalt. Terwijl soms dat hij die, die rebounds gaat plukken boven zijn, zijn, zijn big guys. Dat valt gewoon extra op. Maar is, is hij daardoor een slechte speler? Nee, Alles behalve, nee. ik zeg het, is een superstar. Ik denk dat hij zijn invloed op Washington, ik dacht dat hij veel groter nog ging zijn dan, dan het geval is. Ik dacht dat, het, dat ze minder tijd nodig gingen hebben om. Meer, meer chemistry te vinden. Want mm. het is chic wat hij daar doet, nog altijd. Maar... En, en het is ook wel een speler die altijd heel erg heeft geteerd op zijn physicality. En hij ja. ja, dus is ook leeftijdsgebonden. Punt. Absoluut. absoluut. Um, Scott Brooks had wel gezegd: ja, uh, Westbrook, top 5 point guard of all time. Nee. Hmm. Sorry. Ik snap dat hem dat moet zeggen nu, maar it's not true. It's not <laughs> it's true. It's hij zei zelfs top 2. Yeah. Na, na, na Magic Johnson. Oeh, er oh Ja, oké, okay, boom. Ik ja, maar, kan gewoon drie, drie namen zeggen waar Westbrook al niet boven kan, sowieso het, Thomas, de Original, ja. Zeke, ja. Stephen Curry, ja. um, Bob Cousy. Ik weet het, jaren 50, 60, ja. maar Bob Cousy heeft wel ja. het spelletje ja. mee veranderd. Ja, ja, ja. Uh, er zijn, en daar kunnen we nog verder gaan. Ja. Nou, je hebt Gary Payton bijvoorbeeld ook. Jason, Jason Kidd, Steve Nash, ja. Ja. om maar een paar pointguards te noemen. Er zijn ja. heel veel goede spelverdelers in nee, de NBA Russell geweest. Westbrook is het naar. Maar jij uh, nog... Ik heb in The Ranch gezien, toen hij in een interview de vraag kreeg, van, ja. noem je vijf beste teammaten op waar je ooit mee hebt samengespeeld en hij die Russell Westbrook was vergeten? En dan zo, ah ja, wacht, ik zit hier op plaats 4. Was het bewust of onbewust? Ja, tuurlijk, was dat bewust. Ik denk dat Kevin, Kevin Durant heeft gewoon wat issues heeft, Ment Mentally, <laughs> Mentally zitten er een paar dingen niet oké, okay, maar ça va, dat is wil. wel duidelijk. Ja, dat is echt. Hij heeft het gelukkig niet via zijn burnerphone gedaan. Ja, <laughs> of een Michael Rappaport is een DM. Maar Michael Rappaport is wel de enige mens die echt niet mag zagen over, de, over dingen okay, dat, dat, is. Echt, dat is waar, dat is waar, maar toch. Allee, het, is, het ging er ver over, hè? Maar Rappaport is ook geen onbeschreven blad, hè? doet je bent topsporter gezien, met de beste in de league, je verdient echt wel geld, je bent aan competen, je hebt een paar titels gewonnen. Who gives je shit? Hey, um, tegenwoordig krijg je... Je wordt zelfs afgeslakt als je lacht met je ex-ploegmaat, hè? Geen ja, ja. ex-ploegmaat. Oh, hey, <laughs> die, Madri die, die Madrid zijn een pak aan het overdrijven, hè? Heb je die geen keer al gezien? Ja, op die TV zo begint daar. met die... Zijn... Ja, 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 ja. Zo creepy in zijn handen te wrijven. Maar is zijn niet Flashers? Gast! Als ze echt niet normaal. Nu, Eden Hazard is altijd iemand geweest die. Uh, uh, ja, het is dat. Als er geen iemand is waarvan dat je dat ja. verwacht, dan is dat Hazard. Je weet dat, toch? Je weet dat toch? Ik bedoel. Dus, maar ik denk, ik denk dat ze echt gewoon zijn aan het pushen om die weg te doen en Babet te gaan of zoiets. Ja. Maar wie gaat er nu nog veel voor Hazard betalen? Je gaat er niet veel voor krijgen. hè? is de gast die twee jaar geblesseerd is geweest. Ja. Ze uh, wordt ik nog wel terug naar Chelsea. Hoor. Maar goed. Svat, het is hier geen voetbalpodcast. Nee, het is dat is heel duidelijk. <laughs> Oké, okay, iemand, we gaan afronden. Bedankt dat je hier was. New York, we here. Dat is heel duidelijk. De New York Knicks are back. De Knicks are back in town. Uh, winning season voor het eerst in acht jaar, zeven jaar was het? 2013. Ja, voor het eerst dertien. in acht jaar. Winning season. Wie had dat gedacht? New York <laughs> Knicks. Ah. Um, wij zijn er volgende week niet. Heel belangrijk. Binnen twee weken wel. Met een uitgebreide playoff-preview met Thomas van der Spiegel. Hopelijk kan die nog altijd dan. Ik heb hem al. Anderhalve week geleden vastgelegd. Ik heb hem gisteren nog gezien. Oké, okay, goed. Ja. Maar ja, die, die, dat is een hele drukke mens. Ja, maar hij gaat zijn best doen. Oké, okay, dat is mooi. We gaan dan uh, alle play-off-series voor, uh, vooruitblikken. En vooral de playing games zijn dan ook al geweest. Dus we weten echt alle matchups dan. Volgende week kunnen we door omstandigheden niet. Onder andere dat die mens achter de knoppen voor een keer verlof heeft. Dat werd ook hoog tijd dat hij uh, ja. zijn weekje mocht, uh, mocht gaan rusten. Uh, er is een... Twee dagen. Ah, echt? ja ja ik had hem een week gevraagd twee, maar... ik krijg twee dagen ah, ah. ik heb twee dagen gekregen ah, ah. kijk het is beter dan niks um, er is een kick and rush geweest denk ik deze week ja. met de vaste drie ja. uh, als u dat nog niet gedaan heeft, vergeet niet om je in te schrijven voor de Kick and Rush quiz. Blijkbaar loopt het heel goed met de inschrijvingen. Imaat, als je veel weet over de Premier League voetbal, uh, of het. Uh, niet hebt. zoveel, maar wel Maar Er is een online uh, Kick and Rush Premier League quiz om te zien dat je meer kan weten dan onze drie specialisten. Alright, ik zal doorgeven. Je... Dus ze geven het door dat ze zich zeker kunnen inschrijven. En er was ook weer een uh, mid-mid natuurlijk, deel 2 met Wesley Song. Eindelijk mocht hij van Sam eens langer dan een uur blijven. <laughs> um, iedereen mocht het, Wesley Song moest de eerste keer na een uur weg, maar ik denk dat ze het wel ingehaald hebben. Was de moeite? Ik heb het nog niet geluisterd. Uh, anderhalf uur. Oh, Sava. Ja. Maar ja, het is eigenlijk al de sequel, hè, dus. Oh, ja. ja, kijk. Ja, het is al twee uur en een half. <laughs> okay. Is er <het> al <laughs> Edeburger bij Ninoven, of niet? Ja, 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 ja okay. vorig ja. jaar al gehoord. All right. Meer dan terecht, hè? <laughs> Natuurlijk. Meer dan terecht. Ja, nee. Oké, okay, iemand, Tuurlijk. dikke merci. Jokken? ja Er is ook nog een 90 Minutes, een ah, nieuwe, nieuwe samenwerking. 90 Sporza. Minutes, nieuwe samenwerking van Friends of Sports met Sporza. Uh, met uh, Aster, die in deze stoel dan zit. Met Sam. Uh, Kerkhoffs met uh, Steven, de Voer, Steven de Voer en, en met Filip Joos. Joos. Die dan praten over uh, het Belgisch voetbal. Ja. 90 Minutes. Ik heb gezien dat jullie de klok niet gebruiken daarvoor. We uh, podcast... hebben het afgekeken. Van... Nee, die podcast ja. heet 90 Minutes. Dat is nu één podcast is waar je de klok voor moet gebruiken. Ja. Maar wel 93 minuten Kijk, gebabbeld. Kijk, dat is wel sterk. Zonder de klok. Uh, dat is wel heel, ja, misschien ja, is dat ja. nog straffer. Als je dat effectief altijd zonder de klok ja. op 90 minuten kan houden. Even blessuurtijd. Oké, okay, dat is heel sterk. Allright, goed. Ah. Uh, wij zijn er volgende week dus niet. De week erna wel. Met de enige echte playoff preview. Tot dan. Salut.